We zien hier een Axial Flow 8250 aan het werk bij loonbedrijf Rovers. De 8250 is de op één na grootste machine uit het gamma van KCIH. KCIH is de grondlegger van de rotortechnologie bij Maaidossers en is al meer dan 40 jaar trouw aan de door hen uitgevonden single rotor technologie. Kenmerkend voor dit dorsprincipe is dat zowel het dorsen als de afscheiding van de korrel van het stro geschiet door één enkele rotor. Voordelen hiervan zijn de eenvoud van instellen, de veelzijdige inzetbaarheid in verschillende gewassen en last but not least de sterk vereenvoudigde en efficiënte aandrijflijn van de rotor in vergelijking met andere traditionele maaidossers. De krachtbron voor deze machine is een 13 liter 6 in lijn FPT motor die een maximum vermogen van 571 pk levert. De machine die we hier zien is zoals eerder vermeld het tweede grootste model in de 250 serie flagship maaidossers. Deze zijn uitgerust met een 14.400 liter graantank en is voorzien van een High Capacity Unload System dat garant staat voor een lossnelheid van 159 liter per seconde. Verder is deze machine uitgerust met een afgescheiden aandrijving van de losbuis. Hierbij worden de vijzel van de losbuis en de bodemvijzels in de graantank apart aangedreven, wat ervoor zorgt dat de losbuis altijd volledig kan worden leeggedraaid. Algemeen geweten dat KCIH al sinds de tijden van de International Harvester de grondleggers zijn geweest van de traploze transmissietechnologie. Deze lijn trekken wij ook verder bij onze maaidossers. Zo is de rotor aangedreven via het CVT-principe, wat ervoor zorgt dat het rotortoerental traploos te regelen is vanuit de cabine. Dit principe zorgt er ook voor dat er geen aandrijfriem nodig is in de aandrijving van de motor. En we gaan nog verder. Zo kan ook de aandrijving van de elevator en bijgevolg de plukker of maaibot ook worden uitgerust met een CVT-aandrijving. Deze optie maakt het mogelijk de snelheid van de plukker te synchroniseren met de rijsnelheid, maar ook perfect af te stellen in functie van het gewas. En de technologie gaat nog verder. Heel recent introduceerde KCIH zijn Harvest Command. Hiermee kan de machine zelf zijn instellingen regelen zoals rijsnelheid, rotortoerental, doskorfopening, zeefopening enzovoort. In functie van de door de chauffeur gekozen parameters zoals capaciteit, properheid van het graan, graankwaliteit, etc. Mede dankzij de eenvoudige aandrijflijn is alles rond en aan de machine heel toegankelijk. Zo zijn de rotor en de zeefkast heel makkelijk te bereiken via grote lichte afschermingen aan weerszijden van de machine. De reiniging geschiet door met zijn totaaloppervlak van 8,59 vierkante meter, een van de grootste zeefkasten beschikbaar op de markt. De ventilator wordt hydraulisch aangedreven, wat enerzijds zorgt voor een groot windbereik en anderzijds terug garant staat voor een eenvoudige aandrijflijn.